geluksvogel. Die heel dankbaar is dat hij het geluk had om te herstellen van leukemie. Het geluk had dat hij na heel hard trainen, dat het allemaal samenviel, dat hij Olympisch goud kon winnen. En vooral nu heel erg geluk heeft dat hij twee prachtige dochters heeft en een mooie vrouw. Opdrachtgevers die vragen mij natuurlijk heel erg, goh, maar Maarten, kun je over de weg naar succes naar Peking vertellen, hoe dat dan ging? Weet, daar heb je natuurlijk wel een heleboel lessen in. Maar het is niet alleen de weg naar succes, maar volgens mij begint de weg van succes heel erg bij wie je bent en waar je vandaan komt. En wat je goed kunt en wat je ietsje minder goed kunt. En daar heb ik, ja, misschien wel noodgedwongen door het verblijf in het ziekenhuis, heb ik daar wat langer over nagedacht dan gemiddeld. Maar uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat de keuze voor het zwemmen, en of je nou de keuze maakt voor het zwemmen of de keuze voor de baan die je hebt en het besef dat dat echt iets is wat bij je past, die heb ik wel veel bewuster gemaakt. Nou, ik wil wel meegeven is dat als je uiteindelijk, weet je, doet wie je bent en ook een taak hebt binnen een bedrijf die bij je past en ook voor het bedrijf zelf iets hoger als bedrijf doet wie dat bedrijf is, waar het vandaan komt, wat het goed kan, wat het iets minder goed kan. Als je daar vandaan werkt, ik geloof dat de kans op succes dan veel groter is. Maar je kunt alleen op die manier werken als je weet wie je bent. Als je weet wie je als bedrijf bent. Dat je weet wie je als medewerker bent. En juist die tijd vinden om dat te achterhalen, dat was best wel lastig. Want we zijn allemaal bezig met deadlines en shit, we moeten daar en daar en daarheen. Dus daar een soort van tijd voor creëren, geloof ik wel dat het heel erg nuttig kan zijn. Ja, nou ja, weet je, wat ik wil meegeven is, accepteer pech, leef jouw leven. Juist die energie die vrijkomt omdat je daar geen frustratie over voelt, die kun je stoppen in dingen anders doen. En daar zijn natuurlijk ook heel veel parallellen te vinden. Dat ik een zuurstoftankje had, dat ik daar 15 uur per dag in sliep, dat ik een lichtbril had en dat we continu met elk stukje bezig waren over, goh, maar wat is nou het meest belangrijke en het beste voor mijn race, voor 21 augustus 2008, weet je, dat is natuurlijk cruciaal geweest. En dat stukje ook een heleboel vergelijking met het bedrijf heeft. Dat een bedrijf natuurlijk doelen heeft en daar willen ze voor gaan en dat is altijd lastig. En vaak heeft het meer zin om, heeft het niet zo heel veel zin om van die 10 uur werktijd per week 10,5 uur te maken. Maar is het vaak veel slimmer om te denken, wat kunnen we nou anders doen? En hoe kunnen we nou bij elk klein stukje in het proces kijken? Hoe kunnen we dat nou net even efficiënter doen, zodat we net ietsje verder kunnen komen? Bedrijven kennen natuurlijk hun markt het beste. Wat ik wel kan doen is, doordat ik vragen stel over wie zij zijn en wat zij nou echt goed doen en waar zij nu echt voor staan, en dat dan tegen de situatie aanhouden waar ze nu tegenaan lopen en wat de barrières zijn en welke oplossing ze daar dan vinden, ja, dat ik daar wel soms opmerken was van, maar dat is toch wel gek, want jij bent toch dat bedrijf die juist in dat gemeenschappelijke heel erg goed bent. En waarom moet iedereen nou heel individualistisch dan heel hard gaan werken? Waarom als jij wilt samenwerken, waarom besteed je dan zo weinig tijd in teamdagen en het samen overleggen? Dus aan de hand van het karakter wat een bedrijf is, kun je natuurlijk wel kijken welke manieren hebben ze, hoe ze tegen de komende jaren aankijken. En is dat dan logisch? Dus die vragen die kan ik wel stellen. En als dat wel klopt, weet je, dan is het natuurlijk voor mij als spreker natuurlijk wel een mooie taak om te zeggen van, nou, ik had mijn zuurstoftent en ik had mijn lichtbril en dat hielp mij. Maar jullie hebben dit en dit en dit. En dat past ook bij jullie, net zoals mijn lichtbril en mijn tintje bij mij past. Hebben dat die oplossingen die bij jullie passen. Dus heel veel succes het komend jaar. En als je dat er een beetje in brengt, ja, dan ervaren mensen dat soms als een soort van motiverend. Ja, eigenlijk de presentaties die me het meest zijn bijgebleven, is de allereerste. Dus ik won Olympisch goud en dan krijg je een zakenwaarnemer die zegt, nou, dan moet je daar en daar en dan moet je een beetje vertellen hoe het ging. En ik weet nog dat hij mij een dag vooraf belde en zei, Maat, heb je je eigenlijk een beetje voorbereid? Wat ga je straks vertellen?
Dus ja, maar ik vertel toch gewoon hoe ik dat ervaren heb. Ik hoef me toch niet zelf voor te bereiden over wat ik zelf mee heb gemaakt. En ja, zo ging het eigenlijk ook. Ik ben gaan staan en ik ben gaan vertellen hoe het was. Ik mag ook af en toe in het buitenland een verhaal vertellen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer in Azië was. En ik had een heel lang verhaal verteld. En ik dacht dat het allemaal geweldig gegaan was. En dan mochten ze nog vragen stellen. En eigenlijk vonden ze één vraag heel belangrijk. En dat is natuurlijk altijd wel de vraag. Dat zegt ook wel iets over hoe ze jouw verhaal mee hebben gekregen. En de vraag die ze zo enorm belangrijk was. Die eigenlijk iedereen op het puntje van zijn tong had. Was: hoe lang ben je? Nou, dat was dus een leuke presentatie.